denk dat als je kijkt het verschil tussen de eerste en de tweede helft, dat is een wereld van verschil. Als je ziet hoe we uit de kleedkamer komen dan, en we gelijk scoren, ja, dan, dat geeft aan dat de trainer duidelijk heeft gepraat tegen ons in de rust. En ja, dat iedereen het oppakt en we eigenlijk de tweede helft ja, kans na kans hebben gehad. Alleen dan ja, is het heel erg zuur dat je uiteindelijk nog een goal tegenkrijgt. Terwijl je zelf eigenlijk ja, de kans hebt om de 3 of 4 in te schieten. Maar ik bedoel eigenlijk, je verliest vandaag, je sluit het seizoen in mineur af. Ja, dat past eigenlijk ook wel bij dit seizoen van de Graafschap. Nou, ik denk als je kijkt het verschil tussen de eerste en de tweede helft van het seizoen. Dat we de tweede helft dat we goede weg ingeslagen waren. Dat we, ja, dat we het op de rails hebben gekregen. Alleen ja, dan zie je dat wij uiteindelijk, ja, ik ga het niet op de eerste seizoen zelf afschuiven. Maar als je kijkt de tweede seizoen zelf, hebben wij ook punten laten liggen. En als wij net een wedstrijd meer bijvoorbeeld gewonnen hadden, ja, dan hadden wij misschien nu net wel aan de goede kant van de lijn gestaan in plaats van niet. En ja, dat is ja, voor ons als spelersgroep ook gewoon heel zuur. Waar zit dat verschil in? Want waarom komt de Graafschap dan tekort? Hoe bedoel je precies? Waarom komt de Graafschap tekort om mee te doen naar de na-competitie? Ja, nou ja, we komen nu alleen de punten tekort. En het is ja, wat ik net ook zeg, we hebben het op sommige momenten hebben het gewoon echt laten liggen. En ja, dat weten we zelf ook als spelersgroep zijn. En ja, je kunt het op de trainer af gaan schuiven, maar dat heeft totaal geen zin. Want wij als spelersgroep moeten het gewoon doen. En als, ja, als wij het ja, op sommige momenten af laten weten, dan kun je dat op ons afschuiven en eigenlijk niet op de trainer. Want zo is het, jullie hebben het dus af laten weten? Nou ja, op sommige momenten, als je ziet dat wij sommige wedstrijden hebben gehad, dat we het echt totaal uit handen hebben gegeven. Terwijl wij ook bijvoorbeeld de betere ploeg waren. Ja, dat is dan iets wat wij, waar wij als spelersgroep zijn de slimmer in ook moeten worden. Alleen ja, het is dat we nu net een paar punten tekort komen voor de na-competitie. Maar ik denk dat we met de groep zijn en wel aan de tweede seizoen zelf wel gewoon een heel goed gevoel overgehouden hebben. Denk je dan terug nu aan die wedstrijden in Sittard, vorige week thuis tegen Achilles? Zijn dat de wedstrijden waar je het hebt laten liggen? Ja, uiteindelijk wel. Als je kijkt in Sittard dat we dan snel die rode kaart krijgen. Terwijl er eigenlijk verder nog niet echt iets aan de hand is. En dus dat je daar eigenlijk, ja, laat je het liggen. En dan heb je Volendam uit, wat eigenlijk ook totaal niet gehoeven had. Ja, en dan Achilles thuis. Als je een van die drie wedstrijden met 4 punten meer bijvoorbeeld eruit gekomen was. Ja, dan hadden we nu gewoon feest gehad alsnog omdat we de play-offs gehaald hebben. Maar dat is nu nou, helaas niet aan de orde. Vind je dan ook dat jullie gefaald hebben gewoon dit seizoen? Want als de Graafschap zijnde moet je toch meedoen aan de na-competitie? Ja, als de Graafschap zijnde moet je natuurlijk altijd meedoen. Altijd om de, sowieso om de bovenste plek. En eigenlijk moet je ja, sowieso al standaard bij de ja, top 4, sowieso top 3 eigenlijk als Graafschap zijnde. Alleen ja, dan zie je dat we ja, het eigenlijk zelf gewoon hebben laten afweten. Dat we te gemakkelijk ja, te gemakkelijk met sommige dingen omgegaan zijn, waardoor we het onszelf eigenlijk onnodig moeilijk hebben gemaakt. En dit was ook niet het seizoen zoals jij het voor jezelf natuurlijk had gehoopt, want je hebt wel eens betere jaren gehad, denk ik. Ja, tuurlijk. Het is, ik heb ook niet al te veel gespeeld natuurlijk, maar het is, ja, voor mezelf is het natuurlijk is het niet leuk als je op de bank zit elke keer en je elke wedstrijd moet toekijken. Maar ja, als je dan in mag vallen, ja, dan probeer ik het team zo goed mogelijk te helpen. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Ja, weet ik zelf nog niet. Dus moet ik nog even afwachten. Dit had wel eens dus jouw laatste wedstrijd van de Graafschap kunnen zijn? Ja, dat had wel eens zo kunnen zijn, ja. Hoe acht jij die kans in dan? Want wil jij bij de Graafschap blijven of ja, ben jij toe aan iets nieuws? Ja, nou ja, ik heb 13 jaar bij de club gezeten. En kind van de club eigenlijk. Maar het is voor mezelf misschien ook wel een keer goed om me heen te kijken. En te kijken om ergens in een andere omgeving te gaan spelen. Dus jij gaat weg? Die kans is aanwezig.